zijn. Lange benen, maar niet lang genoeg voor de winst. Nee, dit was gewoon een hele goede rit voor mij. En ja, sprint is ook net een kleine verschillen verliezen. Maar ja, dat zag je net. Ik verloor met een 300ste. En ook is het maar een klein prutstukje. Maar ja, ik ben wel heel blij. En dat geeft wel een zilveren medaille met een gouden randje, denk ik. Wat doet het met je richting het WK-afstand? Ben je ervoor gekwalificeerd nu? Nou, het ligt eraan volgens mij wie er morgen sneller is. Welke Nederlander morgen sneller dan mij is. Maar daar ben ik in ieder geval niet mee bezig. Ik moet morgen gewoon mezelf ook nog verbeteren. En het ligt ook aan welke omstandigheden natuurlijk morgen zijn. Dus ja, het is even afwachten, denk ik. Maar de vorm zit goed? Ja, absoluut. Ja, dat hou ik vast. Had je meer zenuwen vlak voor de start of na de wedstrijd? Net ervoor. Ja, ik was wel even zenuwachtig van tevoren. Ik had gewoon het gevoel dat ik weer even een goede wedstrijd neer moest zetten. En ben je wel even zenuwachtig van tevoren. Ja, maar niet vlak na de race die 900. Oh jawel hoor, maar dat is meer een soort luxe probleem. Dat je weet dat je brons hebt en dan kan je voor goud gaan. En dat ligt niet meer in jouw handen. Dus daar kan je vrij weinig meer aan doen. Nou, geef het zelf trouwens naar de minder voor. Ja, zeker. Gewoon dat je gewoon volledig terug bent en dat je weer voor het goud kan strijden. Dat is een super gevoel. En wat is vandaag belangrijk? De podiumplek of voor het WK-afstand? Ja, WK-afstand natuurlijk. Ja, het is fijn dat je kan winnen, maar dit was vandaag even het hoogst haalbaar en daar ben ik super blij mee. Dit is alleen maar mooi meegenomen. Dit is er weer eentje voor in de kast.